Het beroemdste verhaal uit de Middellandse literatuur is ongetwijfeld van de Vos Renade, of kortweg de Reinhardt. En de bekendste regel uit dat verhaal is waarschijnlijk de eerste: Willem die Madokken maakte. Deze introductie is uitzonderlijk, want van de Vos Rijnade is de enige Middellandse tekst die met de naam van de auteur begint. Willem moet dus een zelfbewust man geweest zijn. En zijn eerdere werk, de Madoc, moet succes hebben gehad. Anders heeft een dergelijke introductie geen zin. Van dat eerdere werk is echter geen snipper overgebleven. En ook over Willem zelf en de omstandigheden waarin hij gewerkt heeft, weten we niets met zekerheid. Onderzoekers nemen tegenwoordig aan dat de Reinhard ontstaan is rond het midden van de 13e eeuw, waarschijnlijk in Gent. Of in de ruime omgeving van die stad. Dat blijkt uit de plaatsnamen die in het verhaal worden genoemd. Veel van de vermelde gehuchten zijn zo klein dat ze buiten de streek waarschijnlijk nauwelijks bekend waren. Dit duidt erop dat de auteur vertrouwd was met de streek rond Gent. En dat moet ook het geval geweest zijn voor het publiek dat Willem voor ogen had. Over de figuur van Willem. Bestaat weinig instemmigheid. behalve dat hij een goede opleiding moet hebben genoten? Kloosters waren op dat moment de enige plekken waar mensen een intellectuele opleiding konden krijgen. En er zijn onderzoekers die denken dat hij actief was in de Sisterciënzer Abdij Boudelo, in Stekenen bij Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen. In archiefbronnen van het klooster komen we een lekenbroeder Willem Korthals tegen... alias Willem van Baudelo. We weten dat deze Willem van Baudelo in de periode tussen Ruweg 1230 en 1260... als klerk is opgetreden voor Margaretha, gravin van Vlaanderen. Hij zou de intellectuele capaciteiten... en de opleiding gehad kunnen hebben... die nodig zijn om een tekst als Van der Vos-Renade te schrijven. Zeker is... Dat de auteur van de Reinhard goed Frans kende. De tekst is namelijk gebaseerd op een Frans origineel dat hij op heel creatieve wijze bewerkt heeft. Waarschijnlijk kende Willem ook Latijn, want hij las af en toe op Speelse wijze Latijnse frasen in. En tevens laat de souplesse waarmee Willem juridische taal gebruikt zien dat hij goed op de hoogte was van het rechtssysteem. Dat was ook nodig. Want het grote kader van het verhaal is een rechtsgeding. Ten slotte bezat Willem ook Bijbelkennis, want op diverse plaatsen in zijn verhaal verwijst hij naar Bijbelse thema's en passages. We hebben dus een vrij goed beeld van het intellectuele profiel van de auteur van Van der Vos Renarde. En we weten ook zeker dat het verhaal snel na zijn ontstaan al populair is geweest in een groot deel van het Nederlandse taalgebied. Er zijn namelijk vijf handschriften van de Reinhardt bewaard gebleven, wat vrij veel is voor een middel-Nederlandse verhalende tekst. Van de vijf bewaarde handschriften bevat de tweede volledige tekst. Van de drie andere zijn slechts fragmenten overgeleverd. Daarnaast wordt er in diverse andere teksten naar de Reinhardt verwezen en is het verhaal zelfs in het Latijn vertaald. De handschriften verschillen erg in leeftijd en plaats van ontstaan. Twee fragmenten zijn in het oosten van ons taalgebied ontstaan in de tweede helft van de 13e eeuw. Ze behoren daarmee tot de oudste handschriften met Middellandse teksten die überhaupt bewaard zijn gebleven. Een van de complete handschriften, het zogenaamde Diekse handschrift, is geschreven in de streek van Utrecht of in Oost-Holland. In de periode 1330 tot 1360, al zo'n 100 jaar na het moment dat Willem zijn dierenepos schreef. Het andere volledige handschrift, dat het Comborse handschrift wordt genoemd, en het derde fragment zijn geschreven in het begin van de 15e eeuw in Oost-Vlaanderen en dus in de regio waar het verhaal oorspronkelijk ontstaan is. In de twee eeuwen. Die liggen tussen het ontstaan van het verhaal in het Gentse en het jongste afschrift, raakte de Reinaard over een groot deel van de Lage Landen verspreid. Het oudste fragment van Van der Vossenade heeft een heel bijzondere vormgeving. De verzen worden namelijk niet volledig uitgeschreven, maar de laatste letter wordt per paar slechts eenmaal genoteerd en door middel van kronken lijntjes met de twee betreffende verzen verbonden. Deze opmaak komt uit de Latijnse schrijftraditie. Latijnse verzen uit de oudheid kennen geen rijmen. Pas in de middeleeuwen begint men onder invloed van de volkstaal ook Latijnse rijmende verzen te maken. En om dit bijzondere verschijnsel te markeren is de hier gebruikte techniek ontwikkeld. Maar voor de volkstaal is deze presentatie helemaal niet handig, want de rijm is daarin geen uitzondering, maar regel. Nog in de 13e eeuw wordt er daarom gewoon om ieder vers voluit op een regel te schrijven, zoals wij het nog gewend zijn. De opmaak van dit fragment laat zien dat we hier echt te maken hebben met een van de oudste boeken die ooit gemaakt zijn om een Nederlandse tekst vast te leggen. Van de twee complete handschriften is, zoals al gezegd, het Diekse handschrift het oudste. Het bevat twee teksten. Naast Reinaard bevat het ook Der Nature Bloemen van Jacob van Maland een uitgebreide encyclopedie in het Nederlands over allerlei wezens en verschijnselen uit de natuur. Voor de opdrachtgever was Der Nature Bloemen waarschijnlijk de belangrijkste tekst, want het handschrift opent ermee. Van de Fosgenade is er als een soort aanhangsel aan toegevoegd. Waarom deze twee teksten samen in één boek zijn opgenomen is niet erg duidelijk. In der nature bloemen worden wel dieren behandeld, maar ook allerlei andere natuurelementen, zoals bomen en stenen. Er is dus geen evident verband tussen beide teksten. Voor zover wij dat weten, is het boek voor een adellijke familie gemaakt en tot het eind van de 20e eeuw ook bij een adellijke kringen gebleven. Tegenwoordig wordt het bewaard in de Universiteitsbibliotheek de Münster. Het Combrusse handschrift... Is het beroemdste rein handschrift. Het is genoemd naar de Duitse Komburg, waar het zijn huidige vorm gekregen heeft. Daar is het tot in de 19e eeuw gebleven. De Komburg was oorspronkelijk een Benedictijnerklooster, maar werd in de 15e eeuw een ritterstift, Dat wil zeggen, een gemeenschap van uitsluitend adellijke geestelijke die weliswaar een leider hadden, maar toch een tamelijk zelfstandig bestaan leidden. Het Comburgse handschrift is in feite een verzameling van zes handschriften die oorspronkelijk los van elkaar vervaardigd zijn en gecirculeerd hebben. Rond het midden van de 16e eeuw schafte de Duitse humanist Erasmus Neustetter de losse delen aan tijdens een verblijf in Vlaanderen. Terug in Duitsland werd Neustetter proost, dat wil zeggen overste van het Rieterstift Comburg. En daar heeft hij zijn collectie in één band laten inbinden. Die band heeft het boek nu nog. Van der vos bevindt zich in het vierde van de zes deelhandschriften. Het wordt voorafgegaan door het verhaal over de reis van de heilige Brandaan en gevolgd door proza-stukken over drie slechterikken: Judas Iscariot, de verrader van Jezus, Pilatus, die Jezus tot de kruisdood veroordeelde en de Antichrist. Onderzoekers verschillen van mening over de vraag of de volgorde van de teksten een bijzondere betekenis heeft en om welke reden ze zouden kunnen zijn samengebracht. Maar we dwalen af. Het wordt tijd naar het verhaal zelf te gaan kijken.